prinses Peppa. Het is bedtijd voor Peppa en George. Slaap lekker, kleine biggetjes. Opa en oma Big komen eten. Hallo. Hallo. Waar zijn Peppa en George? Die slapen al. Oh, maar ik wilde ze zo graag zien. Mag ik even kijken? Oké, oma Big. Maar doe alsjeblieft zachtjes. Oma Big! Oma Big! Hallo, kleine lieverds. Jullie zouden moeten slapen. Vertel een verhaaltje. Oké, maar alleen als jullie beloven om meteen weer te gaan slapen. Wij gaan slapen. Maar eerst het verhaaltje. Goed dan. Heel lang geleden was er... een kleine jongen. En die heette Pedro Pony. En hij vond een toverboon. Oh ja. Pedro plantte de boon. En die groeide uit tot een enorme bonenstaak die hoog de lucht in ging. Dat klopt. Pedro klom naar de top van die bonenstaak en vond daar... een vreselijke grote reus. Maar dat wil ik niet. Ik wil een prinses. Oh, juist. Daar vond hij een prachtige prinses, genaamd Peppa. En Ridder George, de dappere ridder. En een kok. En die maakt het allerlekkerste eten van de wereld. Mama Big, Papa Big en Opa Big wachten tot ze kunnen eten. Ik ga eens kijken waar oma Big blijft. En hoe gaat het verhaaltje verder? Stoute oma Big... je hebt ze wakker gemaakt. We zouden gaan slapen als het verhaaltje uit was, opa. Ik kan goed verhaaltjes afmaken, oma Big. Ga maar naar beneden. Ik kom zo. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder en een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen. En toen werden ze weer wakker en kwam er een tovenaar. Een tovenaar? Ja, een tovenaar. En die gaf een hele grote goochelshow. Ah, maar... En toen kwam er ineens een hele enge draak. Oma Big, Mama Big en Papa Big wachten nog steeds met eten. Oh, dat verhaaltje werkte geloof ik niet helemaal. Ik ben heel goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb die kleintjes zo in slaap. Ah, een hele enge draak! Peppa, George, hup naar bed. Maar opa heeft het verhaaltje nog niet afgemaakt, papa. Ik maak het verhaaltje wel af. Ik kom zo naar beneden. Oké, er is een jongen, een bonenstaak, een kasteel, een beeldschone prinses, een dappere ridder, een kok, een tovenaar en een hele enge draak. En een superhongerige koning. Dus ze aten allemaal hun buikje rond en leefden nog lang en gelukkig. En nu slapen. En toen gaf ze een feestje. Oh. En al hun vrienden kwamen. Ja! Goed, ik geloof dat ik maar even ga. Papa Big. Ze slapen al bijna. Bedankt. Ik neem het nu wel over. Jij moet het verhaaltje afmaken, mama. Dat is goed, maar snel dan. Wat is er allemaal gebeurd? Er was eens lang geleden, in vroegere tijden, ver in de geschiedenis... Mama Big is nu wel heel erg lang boven. Ik hoor iemand snurken. Eindelijk! Peppa en George liggen te slapen. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Zo, einde. Peppa? George? Zachtjes. Mama zit te slapen. Ik geloof dat prinses Peppa hier het beste verhaaltjes kan vertellen. Precies. Dat klopt. De kippen van oma Big. Peppa en George gaan logeren bij opa en oma Big. Hallo, oma Big. Oma Big. Ah, daar zijn jullie, lieverd. Dag, jongens. Tot later. Tot ziens, mama. Komen jullie kijken waar jullie vanavond slapen? Deze kamer was van mama Big toen zij nog klein was. Heel lang geleden.
En dit is het bed waar mama altijd in sliep. Oeh, dit is een springbed. Jullie zijn net je moeder toen zij nog een kleine big was. Ging mama dan ook springen op het bed? Natuurlijk! Maar mama zegt altijd dat we niet mogen springen op het bed. Toen mama een biggetje was, was ze net zo ondeugend als jullie. Echt waar? Ja. Zo, zullen we naar opa Big gaan? Die is lekker in de tuin bezig. Opa Big! Opa Big! Hallo, Peppa. Hallo, George. Kom eens kijken naar mijn wortels. Opa Big is erg trots op zijn groenten. Oeh. En kijk, hier staan doperwten. Oh. Maar het allermooiste zijn mijn kroppen sla. Oh nee, mijn kroppen sla. Volgens mij hebben de vogels de kroppen sla opgegeten, opa. Ja, vogels. Maar waarom heeft de vogelverschrikker de vogels niet weggejaagd? Omdat de vogels die mijn sla opgegeten hebben heel erg slim zijn. Wat is er aan de hand, opa Big? Jouw vrienden hebben mijn groenten weer eens opgegeten. Welke vrienden? Jan, Piet en Klaasje. Maar zo heten ze niet. Oma Big heeft kippen. Wauw. Zeg eens hallo tegen Jamila, Sarah en Vanessa. Hallo. En die kan je heet Marcel. Is Marcel dan een jongenskip, oma? Ja, Peppa. Hij is een haan. Hij is verschrikkelijk. Hij graaft al mijn groenten uit. Marcel doet geen vlieg kwaad. Ik heb hem vliegen zien eten. Bleh. En hij heeft mijn sla gegeten. Jullie wilden de sla van opa helemaal niet opeten, of wel? Toch niet als er ook lekkere mais te eten is. Kom maar, deze kant op. Peppa en George, willen jullie mais aan de kippen voeren? Ja, graag, oma. Kijk eens, kippetjes. Eet maar. Oeh, hebben jullie daar een speelhuisje? Dat is het kippenhok. Daar leggen de kippen hun eieren. Eieren? Maar ik zie helemaal geen eieren. Nog niet, maar die zullen snel komen. Oeh. Thuis bij opa en oma Big is het bedtijd voor Peppa en George. Zouden de kippen nu al eieren gelegd hebben in het hok, oma? Misschien morgenochtend, Peppa. Hoe weten we wanneer het morgenochtend is? Dat vertelt Marcel. Ga nu maar lekker slapen. Welterusten. Het is ochtend. Ja, dat is Marcel. Dank je wel dat je ons hebt gewekt, Marcel. Goedemorgen, Jamila, Sarah en Vanessa. Hebben jullie eieren voor ons? 1, 2, 3, 4. 4 eieren, oma. Nu hebben we eieren voor het ontbijt. Dank jullie wel, Jamila, Sarah en Vanessa. Gekookte eitjes voor ons allemaal. Hoera! Dat smaakt heerlijk. Oma, jouw kippen maken heerlijke eitjes, hoor. Ja, dat komt door de lekkere mais die ze eten. En mijn kroppen sla. Teddy van de klas. De schooldag van Peppa zit erop. Papa, Teddy van de klas komt vandaag met ons mee. Wie? Teddy van de klas is onze schoolmascotte. Het is Peppa's beurt om hem mee naar huis te nemen. Hij heeft een pyjama, een fotoalbum en hij heeft een eigen tandenborstel. Het zit allemaal in zijn koffertje. Aha. Peppa, papa Big en Teddy van de klas zijn thuisgekomen. Mama Big, we hebben een speciale gast bij ons vanavond. Echt waar? Wie is het? Teddy van de klas. Hij heeft een pyjama, een fotoalbum en een eigen tandenborstel. Waar is het fotoalbum voor? Wij maken foto's van hem als hij spannende dingen aan het doen is. Oh. Mijn vrienden hebben Teddy van de klas overal mee naartoe genomen. Londen, Parijs, Egypte,
Nee, maar Teddy van de klas heeft een heel spannend leven. Ik hoop dat hij het bij ons ook spannend vindt. Het is bedtijd voor Peppa en George. Luister, jongens. Dit is Teddy van de klas. Hallo. Hij is vandaag onze gast. Jullie moeten allemaal opzij. Oh, en dat daar is meneer Dinosaurus. Hij kan nog niet zo heel goed praten. Ik maak een foto voor het album van Teddy van de klas. Even lachen. Papa, Teddy van de klas moet morgen een heel spannend avontuur beleven. Mogen we misschien naar de Noordpool? Wat dacht je van de supermarkt? Ja, ik denk dat Teddy van de klas nog nooit eerder gewinkeld heeft. Het is ochtend. Peppa neemt Teddy van de klas mee naar de supermarkt. In deze winkel verkopen ze van alles. Sinaasappels, appels en bananen. Dat is erg interessant. Hier is de kassa waar je voor de boodschappen betaalt. George wil een foto nemen. Oké, George. Lachen. Lachen. Dat zijn wel genoeg foto's, George. Oh, waar is Teddy van de klas gebleven? Teddy van de klas is verdwenen. Papa, je hebt Teddy van de klas verloren. Rustig maar, Peppa. We vinden hem wel weer. Hallo. Hoe was jullie dag? Papa heeft Teddy van de klas verloren. Oh, nee toch? Maar ik heb een plan om hem te vinden. Hoe gaan we Teddy van de klas dan terugvinden, papa? Eerst drukken we alle foto's af die we van hem hebben gemaakt. Mama Big pakt de boodschappen uit. Waar gaan jullie naartoe? We gaan foto's van Teddy van de klas op bomen plakken. Oh? Papa, wacht op mij. Waarom plakken we deze foto's op bomen, papa? Als mensen de foto's van Teddy van de klas zien, weten ze dat hij weg is en kunnen ze helpen met zoeken. Oh, dit is Teddy in mijn bed. En dit is Teddy in de keuken. En dit zijn de foto's van George in de supermarkt. Kijk maar, papa. Oh, Teddy van de klas. Ik weet waar die is. Ja. Oh, hallo. Mama, wij weten waar Teddy van de klas is gebleven. Ik ook. Hij zit in de boodschappentas bij de pasta en de tomaten. Peppa laat de klas het fotoalbum van Teddy van de klas zien. Ik was heel bang dat Teddy van de klas geen spannend avontuur zou beleven bij ons. Maar gelukkig heeft mijn vader hem verloren in de supermarkt. Maar we vonden hem weer in de boodschappentas. Dat was wel een spannend avontuur. Dat was het zeker. Kamperen. Peppa is met haar familie op vakantie met de camper. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hey, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big, het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen maar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden.
Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Waar zijn de eendjes? Misschien zijn ze op vakantie. Laten we maar snel gaan picknicken. De eenden komen altijd als wij... Als wij gaan picknicken. Peppa en George zijn dol op picknicken. Kijk, daar zijn de eendjes. Stop, papa. Dat brood is voor de eendjes. Ho, ho, ho. Goed dan. Hallo, mevrouw Eend. Daar komen nog meer eendjes aan. Oh, en broertjes en zusjes zijn hier. En nog meer eendjes. Dat zijn hun opa en oma eendjes. En daar zijn al hun ooms en tantes. Ziezo, en dat was alweer ons laatste broodje. Eendjes, zeg eens dankjewel, papa Big. Ho, ho, heel graag gedaan, hoor. Ik hou van Eendland. Het is tijd om naar huis te gaan. Wat zou de kortste weg naar huis zijn? Rij rechtdoor de rivier in. Oh, weet u het zeker? Ja, rij de rivier in. Maar wij kunnen niet in de rivier rijden. Nee, dat ding kraamt onzin uit. Druk op de blauwe knop. De camper rijdt de rivier in. Onze camper is opeens een boot geworden. Dit had ik niet helemaal verwacht. Welkom bij de auto van de toekomst. Kijk, daar zijn opa hond en Henkie hond. Ahoy daar, papa Beeg. Ahoy daar. Piep, piep. Varen in het water, de camper neemt ons mee. Rij omhoog de heuvel op. U heeft uw bestemming bereikt. Weer thuis. Dankjewel voor een heerlijke vakantie, mevrouw van de camper. Ha, ha. Graag gedaan. Het is fijn om op vakantie te gaan, maar het is nog fijner om terug te zijn in ons eigen huis. Weltrusten, lieve biggetjes. Weltrusten. Pedro moet hoesten. Een nieuwe dag op school. Peppa en haar vrienden krijgen muziekles. Oeh, juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh, nee. Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet. Maar de hoest gaat zo. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig. Maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag! Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk. Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Bah!
Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa, ik ben nooit ziek. Ik eet elke dag een appel. Tot ziens. Dag! Het is tijd om naar huis te gaan en de ouders komen hun kinderen ophalen. Papa, mama, ik moet hoesten. Dokter Bruinbeer kwam voor ons allemaal zorgen. Hij gaf ons een supervies drankje. Mevrouw Gazelle, wilt u uw liedje zingen? Natuurlijk, Peppa. Juf Geertje had een beertje en dat... Grote griebels. Alle volwassenen hebben Pedro's hoest nu ook. U spreekt met dokter Bruinbeer? Ja, met Peppa Pig. Alle volwassenen zijn ziek. Rustig maar, Peppa. Ik kom eraan. Hallo allemaal. Heeft Pedro jullie aangestoken? Goed dan. In de rij. En mondje open. Eeuw! Het smaakt naar pudding met zweetsokken. Fijn dat u voor ons heeft gezorgd, dokter Bruinbeer. Maar wie zorgt er nou voor u als u ziek bent? Er zorgt niemand voor mij. Ik ben nooit ziek. Oh nee, dokter Bruinbeer heeft Pedro's hoest nu ook. Geen paniek. Tot ziens. Tot ziens. Arme dokter Bruinbeer. Hij is ziek en er is helemaal niemand die voor hem zorgt. Wie zou dat zijn? Hallo. Wij komen eens even voor u zorgen. Hier is wat fruit voor u. Nee. En een paar kussens. En hier is uw drankje. Het lijken wel puddingsokken met jam en yoghurtsmaak. En hier is een lied waar u van zult opknappen. Talentendag. Er is weer een dag voorbij voor de klas van Peppa. Kinderen, morgen is het talentendag. Maar wat is een talent? Een talent is iets dat jij graag doet en wat jij goed kunt. Ik kijk graag televisie en daar ben ik ook erg goed in. Denk eens aan een talent dat je aan ons kan laten zien. Mijn talent is gitaar spelen. Wow. Daar zijn de ouders om hun kinderen op te halen. Vergeet niet om iets te bedenken voor de talentendag morgen, kinderen. Het is bedtijd voor Peppa en George. Ik kan nog niet naar bed, papa. Ik heb nog geen talent om morgen te laten zien op school. Maar jij hebt heel veel talenten, Peppa. Ja, ik kan heel goed springen. En ik kan zingen. Twinkle, twinkle, kleine ster. En ik kan dansen. Hoe moet ik nou één talent uitkiezen? Ik ben goed in zoveel verschillende dingen. Rustig maar. Je kunt het morgen beslissen. Oké. Het is talentendag. Mijn talenten zijn springen, zingen en ik kan goed dansen. Ik heb ze gisteravond allemaal geoefend thuis. Ik heb gisteravond toevallig geoefend met televisie kijken. Ja, maar dat is geen talent. Dat heeft mevrouw Gazelle zelf gezegd. Wat moet ik dan doen? Wie van jullie wil als eerste zijn talent laten zien? Henkie Hond. Ik kan heel hard trommelen. Zal ik nog veel harder trommelen? Nou, dat was praktiek, Henkie. Hey, Pedro, Pony, wat is jouw talent? Goocheltrucjes. Hier staat een glas met water. Het is nat en doorzichtig. Nu ga ik dit water hier laten verdwijnen. Doe nu je ogen dicht. Doe je ogen open.
Wow. Het water is weg. Dank je. Olivia, olifant. Ik ga iets spelen op de blokfluit. En wat is jouw talent, Kelly? Ik kan een bijzonder geluid maken. Het werkt alleen als ik op mijn tenen ga staan. Dat was best wel knap. Ja, maar wat kan ik doen? En Kaatje, wat is jouw talent? Springen! Ik wilde ook gaan touwtjes springen. Maar ik kan nog steeds gaan dansen en gaan zingen. Mijn talent is zingen! Twinkel, twinkel, kleine ster! Ik kan gelukkig nog steeds gaan dansen. Suzy, Skaap, wat is jouw talent? Dansen! Nee, jij mag niet gaan dansen. Lieve help, dansen was het laatste talent van Peppa. Wat leuk dat iedereen een verschillend talent heeft gekozen om aan ons te laten zien. Goed, wie is nog niet geweest? Peppa? Ik wilde gaan springen, of zingen, of dansen. Maar dat is allemaal gedaan. Een talent kan van alles zijn, Peppa. Behalve televisie kijken. Denk aan iets dat je heel graag doet. Ik weet het. Ik weet toch wel een talent waar ik heel goed in ben. Ik ben benieuwd wat het talent van Peppa is. Mijn bijzondere talent dat ik het beste kan van de hele wereld is op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Kermis. Vandaag gaan Peppa en haar familie naar de kermis. Ik hou van de kermis. Glijden, glijden. George wil graag van de grote glijbaan af. Oké, tot straks dan maar. Tot strakjes. Kom tot zien allemaal. Vang een eend en win een reuzenpanda. Mama, mogen wij dat doen? Ja hoor. 1 euro alsjeblieft. 1 euro? Maar het is voor een goed doel. Win de reuzenpanda, mama. Ik zal het proberen, maar het zal niet zo makkelijk zijn. Je hebt gelijk, je maakt geen kans. Wat? Het is onmogelijk. Geldverspilling, als je het mij vraagt. Dat zullen we wel eens zien. Mama Big heeft gewonnen. Hoera! Ongelooflijk! Hier is je reuzenpanda. Wil je niet liever een klein knuffeltje hebben, Peppa? Oh, ik dacht het niet. Kijk, mama. Een reuzenpanda. Iets te groot, hoor. Helemaal niet. George en papa Big staan in de rij voor de grote glijbaan. Hij is best hoog, George. Weet je heel zeker dat je eraf wilt? 1 euro graag. 1 euro? Het is voor een goed doel. Oh, help. Het is een beetje te hoog voor George. Stil maar, George. Ik kom naar je toe. Dat is dan 1 euro graag. Oh. George heeft geen last meer van hoogtevrees. Oeh, het is behoorlijk hoog, mij niet gezien. Ik denk dat ik de trap maar neem. De trap staat vol met kinderen. Hier moet u naar beneden, papa Big. Oh, oké. Oh! Oh. Kom dat zien allemaal. Raak de schietschijf en win een reuzenpanda. Dat kan je makkelijk ook, mama. Ja, maar we willen toch niet nog een reuzenpanda winnen? Geen paniek. U wint toch niet. Vrouwen bakken hier niets van. Sorry, maar wat zei u daar? Je moet heel behendig zijn. Wat kost 1 poging? 1 euro. Mama Big heeft gewonnen. Ongelooflijk. Hier is uw reuzenpanda. Hoera! Ik wil ook zo'n reuzenpanda hebben, mama. Iets te groot, hoor. Helemaal niet. Papa Big en George maken een ritje met het reuzenrad.
Hou je goed vast. Oh, dit is echt heel hoog. Oh. Oeh, ik ben blij dat het voorbij is. 5 keer rond voor 1 euro. 5 keer rond? Oh, nee. Oh, oh, oh. Kom dat zien, kom dat zien. Kom je kracht testen met de bekende kop van Jutta. Wat moeten we doen? Je moet op deze knop slaan met deze grote hamer. En als de bel gaat, win je een prijs. Je hoeft niet handig te zijn, maar je moet wel sterk zijn. Ik waag het erop. 1 eurotje. Jammer. Ho, ho, ik ben sterk. Laat mij maar eens. Achteruit allemaal. Wees voorzichtig, papa Big. Je bent niet zo fit. Ho, ho. Ja, papa Big ziet er wat pafferig uit. Wat? Ik zeg alleen maar dat papa Big nogal een ronde buik heeft. Hier, met die hamer. Goeie grutte. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Daarmee wint u alle reuzenpanda's die we hebben. Hoera! Mama, mogen we de panda's aan mijn vrienden geven? Dat is nog eens een goed idee. Dank je, Peppa. Wat lief. Oh, wauw. Dank je wel. Meneer Pomfrito komt naar de stad. Peppa en haar familie kijken naar meneer Pomfrito op tv. Ik kijk graag naar sportieve programma's op tv. En hier zijn een paar mooie tekeningen die ik heb ontvangen. Dit is een appel. Oeh. En denk eraan, groente en fruit eten helpt je om fit te blijven. Ik ben goed in groente en fruit eten. En bewegen is ook belangrijk. Vandaag zal ik zelf een nieuwe sporthal openen in de stad. Mama, mogen wij ook naar meneer Pomfrito toe? Dat is wel een beetje ver om een aardappel te zien, Peppa. Hij is niet zomaar een aardappel. Hij is meneer Pomfrito. Mogen wij naar hem toe gaan, mama? Alsjeblieft. Ach, vooruit dan maar. Hoera! Iedereen is naar de nieuwe sporthal gekomen die geopend wordt door meneer Pomfrito. Kijk, daar is meneer Pomfrito. Meneer Pomfrito! Oh, het is Peppa maar. Oh. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Susie dacht dat je meneer Pomfrito was. Ik lijk toch helemaal niet op meneer Pomfrito? Nee, je bent veel te groot. Meneer Pomfrito is veel groter dan ik, hoor. Helemaal niet. Hij is een aardappel. En aardappels zijn zo groot. Daar is meneer Pomfrito. Meneer Pomfrito is aangekomen. Hier is jullie vriend en de mijne, meneer Pomfrito. Hoera! Wow, dat is een grote aardappel. Ik verklaar deze sporthal voor geopend. Fantastisch! Wij moeten allemaal bewegen en genoeg fruit en groente eten. Wat moeten we allemaal eten, meneer Pomfrito? Appeltjes, sinaasappeltjes, worteltjes, tomaatjes. Aardappeltjes? Waarom bent u niet zo klein, zoals een gewone aardappel? Omdat hij natuurlijk geen gewone aardappel is. Hij heeft benen. Ja, en gewone aardappels hebben geen benen. Hij is een super aardappel. Weet u, wij kijken elke dag naar uw programma. Dat is mooi. En blijf vooral tekeningen sturen. Dat doen we! Peppa en haar vrienden zijn in de klas. Kinderen, vandaag gaan wij tekeningen maken voor monsieur Pomfrito. Hoera! Ik teken een ananas voor hem. En ik teken een wortel. Heel goed hoor. En wat teken jij, Olivia? Een ert. Mooi zo. En Pedro? Dit is een super aardappel. Ah, ik zie het. En George heeft een praktische tomaat getekend. Peppa, wat heb jij voor moois getekend? Mijn papa die televisie aan het kijken is. Oh, excellent. Goed, dan doen wij de tekeningen in een envelop en sturen we ze naar monsieur Pomfrito.
Het is ochtend en tijd voor de meneer Pomfrito Show. Hier is jullie vriend en de mijne, meneer Pomfrito. Wij hebben tekeningen naar meneer Pomfrito gestuurd in een envelop. Heeft u die envelop? Hij kan je niet horen, papa. Meneer Pomfrito is op de televisie. Oh, ja, natuurlijk. Ik heb een envelop ontvangen vol met tekeningen. Dit tomaatje ziet er sappig uit. Die tekening heeft George gemaakt. Goed gedaan, George. Maar deze tekening van Peppa Pig vind ik het mooiste, hoor. Wauw, kijk, dat is mijn tekening. We zien Papa Pig die tv kijkt. Zo te zien heeft Papa Pig wat beweging nodig. Wat? Kom op, Papa Pig. Laten we op en neer gaan springen. Nou, vooruit. Op, neer, op, Papa Pig is dol op en neer springen. Iedereen is dol op en neer springen. Karel Konijn komt spelen. Peppa en George spelen in hun kamer. Het mooiste huis van de wereld. George, Karel Konijn is hier. Georgie! Karel! Dinosaurus! Dinosaurus! Mm. Tot ziens, Karel. Ik kom je straks weer ophalen. George en Karel zijn beste vrienden. George, Kareltje, jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg Pomfrito. En ik zeg Pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in dinosaurusland. En dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja. Maar je moet wel snel komen. Tot ziens, Susie. Ik kom je straks... Snel, Susie. Weer ophalen. George, Kareltje, zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben de belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka tjoeka! De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen.
En wij willen liever ziekenhuisje en sprookje spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Dus? Misschien kunnen jullie buiten gaan spelen. Maar zijn het spelletjes voor kleine jongetjes? En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modderpoelen? Daar kan je fijn in springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. Eline Ezel. Hallo, met papa Big. Monsieur Big, comment allez-vous? Oh, er is iets mis met de telefoon. Quel temps fait-il en Grande-Bretagne? Il y a de pluie. Hoor je? De telefoon kraamt onzin uit. Hallo, comment allez-vous? Hallo, monsieur. Est-ce que Eline peut rester pour un jour? Oui. Je dois juste prendre... Au revoir. Dat was monsieur Ezel. Hij praatte in het Frans. Ja, dat dacht ik wel. Mama, wat heeft monsieur Ezel dan gezegd? Hij vroeg of Eline Ezel bij ons langs mocht komen. Oh, joepie. Eline Ezel is een vriendin van Peppa uit Frankrijk. Eline komt hier om Nederlands met ons te leren praten. Hoera! We moeten opschieten. De trein van Eline kan zo aankomen. Eindpunt. Uitstappen. Dat is de trein van Eline. Eline. Bonjour. Bonjour is Frans voor hallo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, meneer Ezel. Lieve hemel, is die grote koffer van Eline? Oui, Eline heeft wat dingetjes meegebracht voor haar bezoek. Dingen die jullie hier niet hebben. Kaas, brood, tomaten, water. Hi-oh. Au revoir, Eline. Ik kom je morgenavond weer ophalen. Waar laat ik de bagage van Eline? In mijn kamer, helemaal boven in het huis. Oh. En dit is allemaal voor één nacht logeren? Jazeker. Daarom heb ik maar een heel kleine tas voor mezelf ingepakt. Oh. Goed, Eline is hier om Nederlands te praten. Dus we moeten haar allemaal helpen. Jawel, mama. Eerst moet ik sorry zeggen, omdat ik niet zo goed Nederlands praat. Maar zo slecht is het niet, hoor. Dat is heel aardig, monsieur Big. Maar mag ik u iets vragen over Nederlands praten? Natuurlijk. Ik weet alles van praten. Vraag maar raak. Zijn in het Nederlands samengestelde werkwoorden onwelvoegelijk of voorzetselwoorden? Zeg, het is al best laat. Zullen we Eline's bed opmaken? Mama, mama, mag Eline bij mij in bed slapen? Met aan elke kant een kussen? Goed idee, Peppa. Peppa en Eline slapen ieder aan een kant van hetzelfde bed. Zo, kinderen, tijd om te slapen. Het wordt morgen een drukke dag. Eline mag met jou mee naar school toe. Wauw! Dormez bien. Dormez bien is Frans voor slaap lekker. Ik ben nog helemaal niet moe. Laten we een liedje zingen om slaperig te worden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matin, sonne le matin. Door Eline's mooie Franse liedje valt iedereen in slaap. Eline mag met Peppa mee naar school. Juffrouw Gazelle, dit is mijn Franse vriendin Eline Ezel. Bonjour. Ah, bonjour Eline. Gisteravond zong Eline voor mij een mooi Frans liedje. Mogen wij haar een Nederlands liedje leren? Hé, hey, wat vinden jullie van het bing-bong-lied? Ja, zing maar het bing-bong-lied. Dat is goed voor mijn Nederlands. Oké. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bangeli, boe. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bongeli, boe.
Bing, bong, bingeli, bongeli, boe. Wassen. Papa Big doet vandaag de was. Papa, wat is dat voor shirt? Dat is mijn voetbalshirt. Papa gaat vanmiddag een potje voetballen. Oeh. Maar eerst moet ik naar mijn werk. Tot later. Dag. Tot straks. Arme papa. Hij moet weer naar zijn werk toe. Ah, arme papa. Kom mee, we gaan spelen. Ja, we gaan spelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. George is dol op springen in modderpoelen. Mama Big is dol op springen in modderpoelen. Oh nee. Mama, we hebben modder op papa's voetbalshirt gespat. Kijk dan. Oh. Dat geeft niet. We kunnen het wassen. Ja. Dat is zo gebeurd. Papa zal echt helemaal niets meer van de modder zien. We doen nog wat spullen in de wasmachine. Oh, mijn jurk zit ook vol met modder. Mama Big en George hebben nog meer vuile was gevonden. Heel goed, George. We doen de kleren hierin en dan zetten we hem aan. De wasmachine loopt vol met wasmiddel en water. Spet, spet, spet. Spet, spet, spet. De wasmachine laat de hele kamer schudden. Oh, Peppa. Waar is jouw jurk? Die wordt gewassen, mam. Wat? Oh, nee. Kijk, mama. Mijn rode jurk is nu weer helemaal schoon. Ja, Peppa. Maar kijk eens naar de andere kleren. Oh, nee. Peppa's rode jurk heeft alle witte kleren roze gemaakt. Roze past niet zo goed bij de rest van de voetbalshirts. Oh. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo, papa. Papa Big, we zitten met een probleempje. En, Dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Wat vind jij, George? George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch. Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! Goal! Hoera! Hoera! Papa, nu zit je shirt helemaal onder de modder. Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. De weg opbreken. Het is een mooie zonnige dag. Peppa en haar familie gaan naar de speeltuin. Is iedereen er klaar voor? Ja, ja, papa Big. Daar gaan we dan. Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. Wim, wim.
Peppa en George zijn dol op de speeltuin. Hé, hey, waarom zijn we gestopt? Er staat een file. Maar wij moeten op tijd bij de speeltuin zijn. Ah, rustig maar, George. We kunnen alweer gaan rijden. Stop! Meneer Stier houdt het verkeer tegen. Wat is het probleem, meneer Stier? Moe! We gaan de weg hier opbreken. Hé, er komt water uit de grond. Ja, en dat gaan wij nou juist repareren. Oh. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Ik zeg altijd, het duurt zo lang als het duurt. Graver, graver. George is dol op graafmachines. Deze kant op, meneer Neushoorn. De baas komt voor elkaar. Meneer Stier is de baas. Meneer Stier, waar komt al dat water vandaan? Dat komt uit een kapotte waterleiding. Die zit hier onder de grond. Hoe gaat u dat maken? Wij breken de weg op. Wauw! Wij sluiten het water af. George is ook dol op kraanwagens. Kraan, kraan. We halen de oude pijp eruit. En stoppen de nieuwe erin. Bedankt dat wij uw werk mochten zien, meneer Stier. Moe, heel graag gedaan. Dag, goeie reis verder. Oh nee toch, George wil niet weg bij meneer Stier. Maar nu gaan we naar de speeltuin, George. Je kan met je graafmachine spelen in de zandbak. En we zien meneer Stier weer als we terug naar huis toe gaan. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij de speeltuin. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Olaf Olifant en Karel Konijn spelen in de zandbak. Brom, brom. Brom, brom. Kom mee naar de zandbak. Oké. Stop. Wat is het probleem? Wij breken de weg op en ik ben de baas. Oh. Brom, brom. Gaat het lang duren? Het duurt zo lang als het duurt. We moeten een gat graven. Brom, brom. Dat vullen we. Brom, brom. En dan is de weg gemaakt. Hoera! Ja. Peppa, George, het is tijd om naar huis te gaan. Oh. Oh nee toch, George wil nog niet naar huis. Maar George, op de weg naar huis zien we meneer Stier weer die de weg openbreekt. Dag allemaal. Dag Peppa. Peppa en George verheugen zich erop om meneer Stier weer te zien. Graver, kraan, brum. We zijn er. Oh, meneer Stier is er niet. Meneer Stier is zeker klaar en naar huis. Graver, kraan, brum. Moe, stop! Oh, is de waterleiding weer kapot gegaan? Nee, Peppa. Dit keer zijn het de elektriciteitsdraden. Hoe repareren jullie elektriciteitsdraden? Wij breken de weg op! Hoera! Peppa en George vinden het leuk als meneer Stier de weg openbreekt. Iedereen vindt het leuk als meneer Stier de weg openbreekt.